jij bent paganist, heks. Ja, zo kun je het ook noemen. Paganist is iets minder... Klinkt dat vriendelijker? Heks is niks engs. Een heks is niets meer dan iemand die met de natuur leeft. Dit is een drum waarmee ik, als ik hier op drum, waarmee ik sneller in trance ga als ik ga mediteren. En zoals je weet, waarschijnlijk, ons lichaam bestaat voor 70% uit water. En op het moment dat je gaat drummen, gaat het water in je lichaam trilt eigenlijk mee. En dat is ook een manier om wat meer te connecten met de aarde. Want de aarde heeft ook een trilling. En deze sluit daarop aan. Het is van paard gemaakt. Van een paard wat zijn leven heeft geleid en op natuurlijke wijze is overleden. En, het is niet van geslacht? Nee, zeker niet. Het is het nekstuk. Dat kun je ook zien hier aan de achterkant. Hier zit nog een strook van het vet, zeg maar. Dus hier zaten alle manen. Nou, die heb ik eraf gehaald, want omdat de manen eraan zaten, klonk die niet. En er zit ook een stuk bever zitten aan. Ik wil even laten zien. Dat is ook een bever die helaas aangereden is. En ik vind dit heel erg mooi. En ik heb ook meerdere vachten bij mij thuis liggen. Ook schapenvachten en konijnenvachten. Die op een natuurlijke wijze zijn gestorven om op deze manier een dier een tweede leven te geven. Dus dit geluid vertegenwoordigt de hartslag van de aarde? Ja, eigenlijk wel, ja. Voor mij wel. Ja. En ik sta nu ook op blote voeten, dus ik betekent dat ik daar meer contact kan maken. En het brengt mij meer bij mezelf en uit mijn hoofd en in mijn lijf. En daar helpt deze drum ook gewoon heel erg goed bij. Jij bent paganist? Mm-hmm. Heks? Ja, zo kun je het ook noemen. Paganist is iets minder... Klinkt dat vriendelijker? Ja, zit wat minder taboe op. Ja. Want wat is het taboe? Nou ja, hekserij. Mensen vinden dat toch vaak wel eng. En vanuit vroeger uit alle sprookjes van Walt Disney is allemaal met de enge heks en de gevaarlijke heks. En dat ben jij niet? Ja, weet je, een heks is niks anders dan een wijs persoon. Een man kan ook een heks zijn. Snap je dat mensen daar toch anders naar kijken of dat misschien raar vinden? Nou ja, wat Sint-Twente zegt, wat de boer niet kent, dat fretten niet. En dat zo zie ik ook. Het is anders voor sommige mensen, maar het is, aan de andere kant is het eigenlijk niet zo anders. Want als je kijkt wat er in de kerk gebeurt, daar steken ze ook kaarsen aan om te helpen, te ondersteunen met het ritueel. Doe ik ook. Om een kerk te reinigen, gebruiken ze wierook. Gebruik ik ook. Ik gebruik ook muziek om het te ondersteunen. Volgens mij zijn er ook kerkkoren. Dus ja, in wezen zit er niet zo heel veel verschil in. Maar het is buiten en het is met een shamanendrum. En ja, het geloof is breder dan alleen maar één god. Okay. Wat ik nou ga doen, is dat ik van boven naar beneden even over je heen ga, voor en achter. Boven dicht houden. Mag je doen, dan ervaar je het iets meer. Nou, hoe was dat? Heel prettig. Ja, prettig hè, om die trillingen zo te ervaren in je lijf. Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb het zelf. Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus wat muziek met je doet. Ja. Ja, en dat is dus wat deze drumsters met je kunnen doen. Als heel mooi effect dat... Ja. Heks is niks engs. En heks is niets meer dan iemand die met de natuur leeft. En die de natuur gebruikt om... In afspraak met de natuur natuurlijk... om te helen en om gezond te zijn en te blijven. En je eigen natuurlijke proces en je natuurlijke ritme ook te gaan volgen. Dus een heks is niet iemand die eng is. Een heks is iemand die met de natuur leeft.